Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast, wederom, en we zijn er zeer blij mee, Maurice de Hond. Maurice, welkom. We zijn ja, allebei gebruind. Ja. Goede vakantie gehad? Ja, bijzondere vakantie gehad. Ik ben ja? net terug uit Cuba, waar ik twee weken geweest ben samen met mijn dochter van 15. Want uh, mijn vrouw is Cubaans. Woont ook in Nederland. Maar een 15-jarig uh, meisje... Mm. is een heel bijzondere verjaardag. Het is het Anjos uh, in Zuid-Amerika. Mm -hmm. Het is een gigantisch feest. En de, ze wordt als een soort prinses uh, aangekleed. En bijzondere foto's gemaakt. En iedere Cubaanse vrouw heeft van haar 15e... die bijzondere foto's. En... Ja, dus we gingen speciaal. Dus een nu... echte rite de passage is het. Ja, te... ja. zoals in allerlei religies ja. uh, is. Alleen ze hoefde er geen maar. moeite voor te doen, behalve de foto's te laten maken, wat ze heel leuk vond. En klassieke foto's, dus dat, de klassieke Cubaanse foto's, ja dat, is heel, ja, dat ziet ze eruit als 22. En mijn zoon toen ik de foto stuurde vroeg: Goh, heb je eruit gehuurlijk? <laughs> maar ook met moderne fotograaf. En dat is wel best bijzonder. Maar dat feest, weet je, ik heb bijvoorbeeld zevende, nog een overgrootmoeder van 85. En die staat aan de salsa te dansen alsof ze 20 is. Ja. Het is niet te geloven. En, en er is gewoon heel veel armoede. En de situatie in Cuba is, door een combinatie ja. van redenen, nou, heel zorgwekkend, slecht, economisch, eten, problematisch. En als je ziet hoe die mensen dan een feest maken met elkaar, nou, dat vond ik echt heel bijzonder. Ja, ik zie ook een trotse vader. Ja, maar wat voor mij bijzonder is. Ik had uh, door oorlogsomstandigheden. De, uh, ik, ik heb helemaal geen grootouders gekend. Nee. Dus ik had amper familie. Ja. En daar is de gigantische familie. Ja. Weet je, de overgroot van mijn dochter, de overgrootvader en moeder waren er. En de, ja, van de vijftig aanwezigen waren dertig familie. Dus dat, dat, dat is voor jou ook een heel ander soort ervaring. Dus. Ja, en ik, dat ken ik omdat ik al 22 ja, jaar nee, kom. Precies, ja. Maar ik heb daar dus een uh, familie die ik eigenlijk uh, amper in Nederland had. Ja, ja mooi. Nou, fijn. Uh, fijn dat je ook de moeite hebt genomen om, uh, om hier naartoe te komen. Ik belde je gisteren naar aanleiding van een, um, een, een blog die je ges geschreven hebt. Uh, volgens mij was het 1 augustus. Een beetje zal je... vanuit Cuba. Ja, van, vanuit Cuba. Ja, ik, ik heb uh, uh, twee weken uh, op een boot gezeten. Uh, uh, ik, ik heb een, tegelijkertijd mijn vaarbewijs uh, CWO uh, behaald voor zeezeilen. Maar mooi. Nu een comp competent bemanningslid. Dat was uitermate zwaar. maar daar ga ik je nog wel eens uh, wat uitvoeriger over vertellen. Maar ik heb het nieuws totaal niet gevolgd, Maurice. Ik, heb, ik ben echt. Helemaal eraf geweest, ook geen mobiele telefoon. Uh, dus ik heb. Uh, dat zou ook helemaal niet kunnen. De afgelopen. De, nee, dat zou je niet kunnen. Nee, ik vond het zelf wel eens verfrissend. Ik moest ook echt heel hard werken aan boord, kan ik je, kan ik je zeggen. Ja, oké. Okay. Um, maar um, ja, toen ik terugkwam, heb ik toch wel weer mijn oude, oude gewoontes opgepakt. <laughs> en uh, ik vond daar inderdaad ook een artikel van, van jouw hand. En uh, ja, dat. dat dat vond ik eigenlijk wel fascinerend. Hè? Dus wat we op dit moment zien is uh, in Duitsland uh, echt een, een verandering in het debat rond uh, corona. En uh, ja, jij hebt daar uh, ook een, een artikel aan, uh, aan gewijd. En ik had pas in tweede instantie door dat een aanzienlijk deel van de tekst die je uh, opvoerde, uh, dat dat uh, tekst was uit Die Welt. Uh, en die ligt er niet om. Ja, maar misschien even het hele verhaal en ja. da daarin. Want er zijn meerdere artikelen verschenen ja. over dat onderwerp. Maar wat eigenlijk het, de, de grote gebeurtenis was, en dat is ongeveer twee weken geleden, is dat een klokkenluider alle digitale dosje, totale digitale dossier. En echt het totale ja. digitale dossier. Ah ja, veel we'll laskles. Gegeven ja. heeft aan een onafhankelijke journaliste die heel kritisch is over het coronabeleid. Dat is meer dan 40 gigabyte. Dat is echt niet te geloven hoeveel data dat is. Uh, en dat was nadat de volgende dingen eigenlijk in Duitsland waren gebeurd. Er was een rechtszaak gevoerd door Paul Schreier. Dat hij een beetje de, de WOP-verzoeken in Nederland... of WLO of ja. mm -hmm. Freedom of Information Act, zoals het allemaal ja. heet. En die was aanvankelijk door de rechter afgewezen. Maar in tweede instantie had de rechter gezegd... ja, de notulen van, laat ik zeggen, het Duitse OMT... En het OMT bestaat daar uit het RKI. RKI is een ja. beetje het RVM, Robert ja. Koch Instituut. En daarnaast een groep deskundigen die dat samen dan vormden. Van Christian Drost is een hele bekende Duitse deskundige tijdens de coronaperiode. En die notulen wilde die hebben. En die kreeg hij uiteindelijk eh, in maart jongstleden. Mm. Maar wat was er? Die waren behoorlijk veel zwart gemaakt. En daar ontstond redelijk wat discussie over, ook in de media. Hoe verder zwart gemaakt was. Ja, ja. En er werd toen gezegd. Uh, ja, want toen werd de Duitse minister daarop aangesproken. Maar die zei: Ik heb er niks mee te maken. Dat is Lauterbach. Dat is een diehard geweest tijdens de coronaperiode. En nog steeds. Uh, Ik heb er niks mee te maken. Dat heeft de RKI zwart gemaakt. En dat zou vooral betreffen dingen rondom privacy. Maar er werd zoveel doorgestreept. Hij zou zijn best doen. om... Meer ervan uiteindelijk openbaar te laten worden. Interessant, dat is ook een discussie die wij gehad hebben rond de toeslagaffaire. Dat bekende zwart maken. Nou, zal het waarschijnlijk niet die omvang hebben gehad, maar toch. Ja. Ja. Nou, in Australië is er bij de Freedom of Information Act. een document van 70 pagina's verschenen. waar alles zwart gemaakt werd. <laughs> ja, alles, ja. letterlijk alles. Ja, 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 ja. Maar goed, nee, maar het was behoorlijk wat. en er was discussie over. en dat zou veranderen. En toen Aha. kwam ineens Aya Velasquez ja. naar buiten met dat ze kort daarvoor door een klokkenluider... die werkt bij het RKI, kan bijna niet anders... integraal dat hele laat ik zeggen, de hele harde schijf heeft gekregen. Ja. En daar hebben ze toen een persconferentie over gegeven... waarbij ze een aantal highlights al hebben vermeld... en gezegd, ja, ga aan de gang. Um, uh, hier is, is de link naar al die documenten... en kijk wat je kan vinden. En wat interessant is, zijn een paar dingen... Over de inhoudelijkheid waar we direct mm -hmm. op ingaan. Maar er is een paar dagen geleden iets nieuws gebeurd. Die, die man die, dat, die die eerste documenten had opgevraagd, Paul Schreier... en die die had gekregen voor een deel zwart gelakt... heeft die documenten vergeleken met de documenten die hij nu heeft gekregen. En omdat het digitaal allemaal gekomen is... is hij tegengekomen dat een deel van de documenten die, die openbaar zijn gemaakt... veranderd zijn. Na, uh, pas uh, relatief kort voor het naar buiten brengen. Dus niet terwijl dat proces aan de gang ging, maar later. En dan zie je ook wie het gedaan heeft, want in de computer staat wie het ja. gedaan heeft. En dat bleek uh, de, het hoofd van de juridische afdeling van het RKI. Die gewoon in de documenten dingen is gaan aanpassen. Dus los even wat er zwart gemaakt is. Een deel is gewoon veranderd. Ja, dat dus wordt alleen maar erger eigenlijk. Ja, het wordt alleen maar erg. En hij heeft nu. In de eerste plaats heeft nu persberichten hebben verschenen. En in de eerste plaats vraagt die uitleg. Wat heeft u veranderd en waarom heeft u dat gedaan? Ja. En is ook van plan om daar een juridische procedure over te gaan starten. Als daar niet antwoord komt. En, en je ziet dus, en dan nog het laatste. Wat ook weer nieuws van een paar dagen, twee dagen geleden. Dat het ministerie en bij de RKI. Zijn ze nu proberen een proces aan te maken tegen die journalisten omdat wat ze openbaar heeft gemaakt staan ook namen in van medewerkers van RKI. En die voelen zich ernstig uh, ja. uh, ja, in gevaar gebracht. Dus er is een reële kans dat er ook nog daarover een rechtszaak ontstaat. Maar het belangrijkste is wel de ophef die er wel in Duitsland is ontstaan toen eenmaal deze files naar buiten kwamen. En, en wat zou dan de aanklacht worden tegen die betreffende journalisten? Even dat, dat ze door het openbaar maken. In, uh, andere mensen in gevaar heeft gebracht. In gevaar heeft gebracht. Terwijl, het was ook nog het punt, aanvankelijk was er nog een soort discussie: zijn dit wel de echte documenten? Maar door dit is nu, als wij hebben bevestigd dat dit de echte documenten zijn. Ja, ja. Maar, ja, laat ik zeggen, wat er nu naar buiten gekomen is, is nog pas een tipje van uh, een ijsberg, Want het is zo echt uh, zo verschrikkelijk veel materiaal. Maar de trends zijn heel duidelijk. Uh, en daar wil ik direct wel op ingaan, wat er nu allemaal naar buiten is gekomen. Maar. Het beste wordt dat misschien weergegeven door het uh, hoofdredactioneel commentaar van Die Welt. Toch ja. best een, uh, een uh, gezaghebbende krant, altijd Zeker. geweest. Die trouwens wel ongeveer als enige tijdens de coronaperiode. wel wat kritische artikelen heeft geschreven. En dat hoofdredactioneel artikel, dat heb jij blijkbaar gelezen. Ja. En niet gezien dat ik daarboven had gezegd. In twee in instanties las ik het. En ik, ik dacht eerst dat het, uh, dit, dit is. Uh... Uh, ...Maudie zelf. Nee. Uh, toen, uh, maar ja, maar dat zegt al wat. Uh, dus dat de toon van dat artikel. Ja. Uh, en dat was het Dusdanig is. En het was geen opinieartikel. Nee. Het was een redactioneel commentaar. commentaar. Nee, dat las ik uh, toen Door ik onder aan de, de bladzijde was. Toen ik, uh, viel het kwartje. Ik denk van verhepte dit. Is nou, en ik wil manchen. hem graag uh, voorlezen. Het is een paar minuten. Om dan, be begrijp je, en daarna kunnen we op een aantal dingen dieper ingaan ja. en gaan in wat er nog meer. Ja. Nou. Um, was dit een AI-vertaling, Maurice? Of heb je het gewoon nog uh, uit de uh, eigen... Nee, dat hoeft... Dat hoeft te, er zijn diverse vertalingtools. Uh, <laughs> 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 ja. Um, nou, ga je gang. Hadden de complotdenkers dan toch gelijk, was er ja. een kopje daarboven. Deze vraag hangt in de lucht sinds 23 juli 2024... toen journaliste Aya Velas Velasquez die alle stukken zonder zwartmakingen van het crisisteam rond het Robert Koch Instituut, RKI, bekend als de RKI-files, RKI online plaatste. Als je de term samenzweringstheorie gebruikt om alle standpunten te beschrijven die werden onderdrukt en gedisqualificeerd door politici en de media tijdens de coronavirus dan moet het antwoord op de vraag mondig ja zijn. Ja, dus die wereld. Hadden, hadden de, de complotdenkers ja. toch gelijk? Neem bijvoorbeeld de kinderen. Uit de notulen blijkt dus, kinderen zijn geen belangrijke schakels in transmissieketens. En dat heeft het RKI al gezet op 26 februari 2020. Tweede, op 24 april 2020. Het sluiten van scholen heeft waarschijnlijk geen grote invloed gehad op het beheersen van epidemieën. Um. In, op 4 augustus 2020. De opvatting dat scholen en kinderen superverspreiders zijn, moet echter worden weerlegd. En dan gaat hij door. Iedereen die tijdens de pandemie soortgelijke standpunten naar voren bracht, werd afgeschilderd als een dwarse denker, wappie of coronavirusontkenner. En werd gecanceld of het nu ging om kinderartsen, virologen of politici. Ja. tien ander voorbeeld: maskers. Dan komt hij weer met dingen die in de notulen stonden. De permanente overdracht van de verplichting om maskers te dragen... bracht aan het licht dat maskers slechts beperkte bescherming bieden. Nou, die vertaling was niet echt goed gelukt, maar ja. Vervolgens, ook in 2020, maskerplicht voor basisschoolleerlingen is twijfelachtig. Eh... Uh, dus dan vervolgens in begin 21 de bescherming van stoffenmaskers of FFP2-maskers is niet duidelijk bewezen. En dan komt het. Deze bevindingen werpen dus een ander licht op de veronderstelling dat maskers beschermen tegen infectie. Dan komt hij met een derde voorbeeld in dat artikel. Voorbeeld vaccinatie. Op 9 maart 2021 twaalf gevallen met trombose, alle twaalf vrouwen na vaccinatie met AstraZeneca. Alle jonger dan 55 jaar. Opvallende cluster. 15 december 2021. Op dit moment wordt boostervaccinatie van kinderen ook aanbevolen door het ministerie. Hoewel hier geen aanbeveling of goedkeuring voor is. Komt ook weer uit die notulen. Iedereen, dan gaat hij door. die zelfs maar wees op de mogelijkheid van dergelijke schade. werd verbannen naar de duisternis van telegramkanalen. Als een antifaxer. En werd nauwelijks gehoord door het politieke en mediapubliek. Zelfs als ze als arts direct werden geconfronteerd met dergelijke gevallen. Mm. En als laatste voorbeeld over de onafhankelijkheid van het Robert Koch-Instituut, dus het soort RIVM. Ja. De wetenschappelijke onafhankelijkheid van het RKI ten opzichte van de politiek, is in dit opzicht beperkt. En dan gaat hij door. De publicatie van de RKI Files is een keerpunt in de geschiedenis van het Duitse onderzoek naar het coronavirus. Paradoxaal genoeg, juist omdat het een vanzelfsprekendheid openbaart. De maatregelen van de Duitse beleidsmakers waren vanaf het begin wetenschappelijk controversieel, het was politiek gedreven. Zelfs nu de viroloog Christian Drosten, een heel belangrijk in Duitsland, ja. de belangrijkste adviseur van de Duitse regering, nu nog in alle ernst durfde te beweren dat er geen echte conflicten waren tussen wetenschappelijke kampen. Er waren misschien argumenten voor en tegen, voordelen en nadelen, maar elk individueel instrument om pandemieën onder controle te krijgen had neveneffecten die niet zelden gevaarlijker waren ja. dan het virus zelf. Het transparant en openbaar overwegen van deze argumenten zou de plicht zijn geweest van een democratisch coronabeleid. Absoluut. En over ons ook de taak van de media die als die althans hun kritische verantwoordelijkheid tijdens een crisis serieus nemen. Maar opmerkelijk is dat dezelfde wetenschapsjournalisten en officiële factfinders die zich tijdens de pandemie als propagandaafdeling van de regeringspolitiek opstelde en iedere afwijkende mening aanvielen, nu doen alsof de tegenspraak die via de RKI files nu naar buiten is gekomen al lang bekend was. Wat Maarten Koolmees ja. in Nederland ook heeft gedaan. Dan sluit hij af. Het is geen toeval dat uitgerekend een onafhankelijke journalist het volledige dossier van een klokkenleider toegespeeld kreeg en niet de traditionele media. Ja. Het mag ironisch genoemd worden dat zij, Aya Velasquez, dat is die journalist, zoals ze bij een officiële aanvraag van 27 februari 2024 mocht ervaren, als een coronacritikaster door het constitutionele hof werd beschouwd omdat ze de rechtsorde zou aanvallen. Dat was dus gebeurd bij het proces. Maar de echte bedreiging van democratie en rechtsstaat was het systematisch buiten de orde plaatsen van andere meningen door de Duitse coronapolitiek. De opdracht zou nu moeten zijn, dringender dan ooit, om een parlementair onderzoek vanuit de Bondslag te laten volgen. Dat moet ook alle sleutelinstituten betreffen, met allereerst het kantoor van de Bondskanselier en de Duitse Academie van Wetenschappen, die ook achter de schermen een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De RKI-files dienen pas het begin te zijn. Dat ja, stond in die wel. Ja. ja, dat ligt er niet om, hè? Nee. Andreas Rozen... Rozenvelder. Rozenvelden. ja. Ja. Nu, nu, nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat. Uh, je hebt het Robert Koch Instituut. en je hebt daar ook hun. Uh, wat, wat wij uh, kenden als het management. Uh, hoe heet dat ook weer? Uh, OMT. De, het OMT, ja, ik ben het alweer bijna kwijt. OMT Management. De Zeil heeft je goed dat gedaan. Is, is, ja, precies. <laughs> um, en, maar dat, de, 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 in, de, in de Duitse situatie had dat OMT een, een wat, wat uh, diversere samenstelling hè, dan, bij, dan bij ons. Uh, zou het kunnen dat, uh, dat dat ook meespeelt in, uh, um, laten we zeggen, de, de, de discussies die gevoerd zijn en toch de mate van. Kennelijk ook oneenigheid die, die binnen dat. Uh, of, of tegengestelde geluiden. die daar binnen hoorbaar zijn geweest. Of uh, denk je dat, dat. bijvoorbeeld in de Nederlandse situatie. iets vergelijkbaars uh, aan de hand is? Nou, het interessante is. er zijn natuurlijk WOP-verzoeken. of WOO-verzoeken ja. uh, tot nu toe. En er zijn een aantal mensen. Uh, die heel intensief met die WOO-verzoeken ja. aan de gang zijn. Ja. Alleen die nergens tractie krijgen. Ja. Die komen met die overzoeken, waaruit ook vergelijkbare processen blijken. Er zijn gewoon dingen waarvan blijkt dat allerlei inhoudelijke dingen. die wij vaak ook besproken hebben en anderen ja. ook. Maar ook binnen het RIVM, denk je bijvoorbeeld? Ja, nee, dat is, ja, ja. De, de, die notulen komen. Okay. Van, trouwens ook over de, die, die werkgroep desinformatie. Ja, nee, zeker. zeker, maar, zeker. Maar, 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 maar uit die notulen blijkt dat diezelfde soort discussies die daar waren. Dat die ook daar, uh, hier in Nederland zijn gevoerd. Dat er ook bijvoorbeeld letterlijk ook gezegd werd. Want dat blijkt, het uh, was zowel ja. in deze files. als in de Nederlandse die al naar buiten zijn gekomen. Uh, en je zei op internet. Ik, ik, ik heet Case 72 dus ik weet de namen niet echt. Maar ja. uh, dat is één van degenen die dat, die dat heel intensief doet. Daar staat gewoon ook. Dat, uh, dat dan in dat overleg wordt gezegd. Ja, wacht even, dat de. Dat de minister roept dat het de, de pandemie van de ongevaccineerden is. Maar dat is ja. onterecht. terecht. Dat ja. staat gewoon erachter. Ja, ja, ja. En dat ja. zou hij eigenlijk niet moeten doen. Oké. Okay. Ja. Maar, dat, dat, maar het, het is al bijna kenmerkend. dat. terwijl delen. niet eens, lang niet natuurlijk de RKV... maar tenminste behoorlijk wat delen al naar boven zijn gekomen. Ook bijvoorbeeld het onderwerp wat. Aerozol. Ja. Dat bleek ook dat ze al in de zomer van 2020. zeiden ja. Het zou best kunnen zijn of. Maar, en dan, en dat merk je ook bij deze, dat ze gewoon andere uh, redenen hadden om naar buiten een ander verhaal te houden. Bijvoorbeeld. Uh, ik zeg maar bijvoorbeeld toen ook over de aerosolen was het zo. Ja, wacht even, als dat zou betekenen dat we allerlei maatregelen moeten gaan nemen voor ventilatie en andere dingen. Ja, dat is allemaal, dat kost ontzettend veel geld enzovoort. Mm -hmm. Het is veel makkelijker om, om de maatregelen die we nu zeggen, hou anderhalve meter. Ja. Weet je? En, en dat is het kenmerkende wat uit deze spreekt. Want dan kan ik kan nou even een aantal uh, uh, processen. Mm -hmm. In de eerste plaats bleek hele grote invloed van de politiek. Bij sommige van die vergaderingen zaten ook uh, ministers. Of zelfs de, de kanselier is uh, aanwezig geweest. En dan werd er ook gezegd, ook als er in die groep werd gezegd: ja. Neem bijvoorbeeld Omicron. Uh, toen werd op een gegeven moment al duidelijk. En wij wisten het al, ook al veel ja. eerder omdat we Zuid-Afrika vonden. Maar ja. eind. Eind uh, december 2021 werd duidelijk dat Omicron veel minder ziekmakend is. En toen werd in het overleg gezegd, vanuit de politiek, dat kunnen we helemaal op dit moment niet gebruiken. Want we zijn nog met de boostercampagne bezig. En als we nu gaan zeggen van, dat het Omicron minder uh, uh, erg is, dan zal het misschien ja. de boostercampagne aankomen. Ja. Dus voortdurend merkte je dat er politieke redenen waren om dingen naar buiten te brengen. Dat binnen die wetenschappers best ook uh, tegengeluiden of andere geluiden kwamen, die een beetje lijken op dezelfde discussies die we voerden, waarvan wij steeds zeiden van je zou dat debat over moeten voeren en moeten beargumenteren waarom je nou dit doet, terwijl dat en dat de schademogelijkheden kunnen zijn. Maar dat werd, zoals die wel net, net goed heeft beschreven, werd helemaal weggehouden. Ze besloten bepaalde dingen te doen, die eigenlijk een behoorlijk zwakke basis hadden. En elk tegengeluid werd uh, weggewerkt. Omdat ze dan de maatregelen die ze wilden, die ze niet uh, dan door konden geven. Ja. Dus besef dat, ja. dat ze ook nog een voorstel zijn geweest. Want Louterbach is een van de daar. De, de tweede minister van Gezondheid die er toen was. Daarvoor was er iemand anders, want minister, er is een wisseling geweest van het kabinet. Die waren voor vaccinatieplicht. En er is een voorstel ook geweest bij de Bondsdag, die, die de bondsdag niet heeft aangenomen. Maar ook daar merkte je, dat zie je ook uit die discussies van dat team, dat ook de tegengeluiden dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen, die werden weggewerkt. Zodat er in de richting van de media en in de richting ook van de politiek werd gedaan, of er een soort uniform idee was bij wetenschappers, zo moeten we het doen en dit is de manier om eruit te komen. Terwijl het veel meer werd aangestuurd. Door politici die maatregelen uh, hadden genomen. En die, die al het, de mogelijke uh, te, tegenbewegingen, de twijfels, dat die gewoon weggewerkt moesten worden. Ja, het interessante zou natuurlijk toch zijn ook om ergens te achterhalen wat nou precies ook die politici weer heeft uh, gemotiveerd. Hè? Dus, dus je, 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 je kunt een onderscheid maken tussen zeg maar, de, de, de wetenschappers, experts, die op verschillende manieren werden ingezet. Je hebt die politiek bestuurlijke kasten, die natuurlijk een, een, een rol heeft gespeeld. En je hebt de media, die, die een heel belangrijke positie hadden. Nou is het ook nog de vraag. Um, wat is de rol geweest van de farmacie of, uh, of Big Tech? Eh? Uh, hebben daar uh, nog, nog uh, invloeden gespeeld? Of is, is daar nog een spel? Want wat, wat heeft nou gemaakt dat die politici zo eenduidig zeg maar, dit verhaal hebben uitgedragen? Nou, dat, blijft dat... Toch, dat blijft toch wel de, de, de vraag wat mij betreft. Ja, ik denk dat ik daar wel een uh, duidelijk antwoord op heb. Ja? Kijk, wat er gebeurd is in het begin was dat er een ontzettend gevoel was. Ja, uh, als je voor corona krijgt, ga je dood. Ja, maar dat, dat, dat was... Nee, maar, goed, nee, ja? maar, maar, maar okay. Dat, dat het was oh. het okay. gevoel aan het begin. Ja. En dat werd... Van alle kanten kwam dat op je af. Ja, bergenmobielden. Ja. Oké, okay, dat, dat... Nou, en wat merk je dan? Door die combinatie van dingen... was er grote angst onder de bevolking... over die ontwikkeling. Zeker, dat hebben we in Nederland ook gezien. Ja, ja. en wat merkte je ook tegelijkertijd... Dus als politici besluiten namen, werden ze, als ze bevraagd werden, werden ze alleen maar bevraagd: waarom nu pas? En kan het niet strenger? Ja. Nou, dus, en ook 60, 70, 80 procent van de bevolking had dat gevoel. Dat was, was voor het politicus het minst risico vallen. Om de zwaarste maatregelen te nemen. Want dat was wat de bevolking ook wilde. Ja, nee, dat, is, dat, dat is in Nederland natuurlijk heel duidelijk zichtbaar. Ook Maar wij hebben natuurlijk. De politiek heeft aanvankelijk nog een andere koers gekozen. We uh, iets meer het Zweedse model in Nederland. Uh, nou ja, dat was toch wel een ommekeer. ...toen die scholen ook dicht gooiden. Dat is de nou, dat was vrij snel gebeurd hoor. Ja, Dat was na, 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 volgens mij na tien dagen of zo. Hè? Is dat, nee, goed, maar, even maar, maar... Maar weet je ook waarom gingen die scholen nee, dicht? Jij, jij zegt dus eigenlijk... ...het is dus de, 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 de dynamiek in de massa geweest... ...die door media is opgepakt... ...en waarin de angst werd gevoed... Uh, ...waar de politici eigenlijk de weg... ...van de minste weerstand hebben gekozen... ...en, en daarin zijn meegegaan. Ja, maar dat... met nog een extra combinatie daarbij... Waarbij je dan als politici als bestuurder bekijkt, maar ook als mens. Ik heb met meerdere politici ook gesproken, maar ik heb het ook gemerkt bij redacties. Ja. Want ik, ik, ik kwam uh, in april ja. 2020 bij op 1. Ja. Om te zeggen dat het door de lucht ging in plaats. Ja. Er was ontzettend veel discussie in die redactie geweest of ik dat überhaupt mocht gaan doen. En ik mocht het eigenlijk gaan doen onder ja, chaperonne van Ab Oosterhuis. Die moesten wel naast zitten. Ja. Enzovoorts. Maar wat was nou het geval? Een groot deel van die redactieleden, ja, die hebben ook oma's en opa's. Mm. Dus ik, ik had een hele goede kennis die mij best heel goed vertrouwt. En die heeft een vader van negentig. En die woonde vlakbij het Vondelpark. En die zag in het Vondelpark dat mensen toch wel dicht bij elkaar zaten. En die belde me op... Alsof die mensen bezig waren. Hm. een moordaanslag op, op haar, ja. haar vader ja. te plegen. Dus wat er. er zat dus ook heel veel. Persoonlijke angst. Ja. Dus, dus niet alleen bestuurlijke aspecten. Nou, ja. Dus, wat was voor een politicus de meest veilige weg? Nee, ik, dat, dat begrijp ik. Ja, maar dat is wat er met name dat, gebeurt. Dat, dat begrijp ik. Maar je, je kan toch ook zeggen van uh, op het moment dat er wetenschappelijke bevindingen zijn of serieuze wetenschappelijke kritiek, breng het in ieder geval naar buiten. Ook om te zorgen dat die angst. Uh, uh, dat die juist vermindert. En wat we gezien hebben, en dat blijkt ook uit uh, uh, dingen die rond het Engelse beleid uh, naar buiten zijn gekomen. Uh, wat die minister van Volksgezondheid die, die juist die angst wilde aanwakkeren. Dus er is dus, uh, dus geen poging gedaan om die cyclus te doorbreken. Maar waarom hebben ze dat gedaan? Dus er is iets eigenaardigs. Dus aan de ene kant uh, zie je de, dat, en dat begrijp ik, in die beginsituatie... Uitdrukkelijk, natuurlijk, een, een onder de bevolking een enorme angst. Eh, eh, ik, hij heeft mijzelf nooit zo geraakt, maar ik heb er wel begrip voor. Eh, met die Bergamobeelden. Maar gedurende de, 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 de maanden daarna werd eigenlijk al steeds duidelijker dat het eh, eigenlijk wel meeviel. Maar er is niet geprobeerd, ook niet door die politici, om dat te temperen. Ja, maar... dus, 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 en en dat, dat blijf ik nog steeds fascinerend vinden. Waarom? Breng je dan die tegengeluiden. dan kun je altijd nog zeggen. van oké, okay, we, 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 we gaan ermee schipperen. of we gaan dit. maar we moeten proberen die angst. enigszins onder controle te brengen. En dat is niet gebeurd. Nee, maar, dat, dat... Nee, maar waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat er nergens in de. Laat ik zeggen, in de media. of op andere plukken, plekken. ...hard daarom verzocht werd. Integendeel. Maar dan zeg jij dus... ...nee, maar dat is belangrijk... want dat is even om, het, ...om het beeld volledig te krijgen... ...dan zeg jij toch... ...en dat is interessant aan dit artikel... ...die primaire verantwoordelijkheid... ...ligt eigenlijk dus ook bij die media. Ja. Want die hadden... Dat, die dat, zijn, de waar, toch, de, dat zijn toch de waakhonden van de democratie? Nee, nee, absoluut. Nee, ik ben het helemaal niet. En, en betekende... ...en politici die... Ja, uh, die, die proberen veilig te manoeuvreren... En, en zichzelf zo min mogelijk in risico's te brengen. Ja. Ik heb meerdere keren op tv ook gezien... dat elke keer als er een, een autoriteit was... Ja, absoluut, nee, we hebben het toch, allemaal gezien. Nou, maar werd er toch altijd gevraagd waarom nu pas? Ja, en waarom niet strenger? En waarom niet strenger? Ja. Wat voor belang had die man... om terwijl 60, 70 procent van de mensen eigenlijk ja. dat ook vond? Ik bedoel, waarom hebben we in Nederland... ongeveer als enige land een lockdown gekregen terwijl ja. Omicron begon. Ja. En ik ook in mijn artikelen al ruim daarvoor had gezegd: uit Zuid-Afrika blijkt dat het, dat het gelukkig allemaal meevalt. Ja. En toen werd het aangekondigd. Wanneer heb jij heb jij toen in de media gelezen? Waarom moeten scholen nu weer dicht? Want Omicron is toch al uh, veel minder. Zelfs begin januari ja. 2022, toen kwam we net bijna de nieuwe regering. Toen hadden wij nog de lockdown nergens anders. Toen de ziekenhuiscijfers gingen zo. Steeds duidelijker was als je. Het al nog niet wist dat het veel minder ziekmakend is. en de maatregelen zijn doorgegaan. Ja, ook nou tot, tot eind januari. Absoluut, ja, maar ik denk dat er wel een hele eigenaardige dynamiek is uh, opgetreden. Ja, dus, dus dat, dat uh, vanuit die angst die in het begin uh, aanwezig was. de politiek als het ware ook in een positie werd gebracht. Waarin ze als een soort verlossers zich konden opereren. Dus wij, wij gaan zorgen voor de, 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 de oplossing uit deze, uit deze crisis. Heel vroeg werd al gezegd dat wordt het vaccin. En dat is volgens mij in april, mei of zo is dat, ja, al, ja, is dat al verkondigd. Ja ik heb sterk ook de indruk dat daar ook nog lobby's spelen. Maar goed, daar kunnen we, het, kunnen we het nog wel over hebben. Maar het was in ieder geval een simpel een simpele antwoord. Ja, uh, en vervolgens is eigenlijk dat hele traject uh, is, is ingezet. Met in, uh, al in 2021, al het begin van die grote vaccinatiecampagne. Nou, dan kom je ook in zoiets als padafhankelijkheid. Want dan heb je eenmaal deze koers gekozen. Um, en, en ik denk dat, dat uh, de, de, de politiek toen ook, ook zelf, ook, ook, uh, van, precies vanuit hun, laten we zeggen, bijna. Karmische belasting, omdat ze nou helemaal die stap hadden gezet. ook heel sterk die berichtgeving ook op die manier zijn gaan versterken. Maar de media, en daar ga ik wel helemaal met je mee. heeft of hebben. Ja, hun, hun echt hun kritische taak verwaarloosd, natuurlijk. Ja, maar, dat... maar, maar, maar. Ik heb het wel beschreven in een van de artikelen toen. in plaats van de waakhonden van de democratie. Ja, maar werden dat... ze de waakhonden voor de autoriteiten. En blaften ze naar iedereen. Die wat anders zijn. Mm. En wat er ook nog speelde in dat geheel. En dat moet je ook niet onderschatten, de effecten. Er, werden, er kwamen een aantal nieuwe BN'ers. Ja. De nieuwe BN'ers waren ja. uh, mensen waar, wiens naam we amper kenden. Ja, absoluut. Uh, ja. Nou ja, kenden we wel, maar die was. Uh, ik, ik, ik maakte wel eens de grap met Apostelhaus, dat ze waarschijnlijk alleen belden als hij niet hoefde te komen. In plaats huh. van als hij wel moest komen bij Opeen. Maar ook uh, Diederik Gommers, ja. uh, Bonte kwam, uh, Marjan Koopmans. Uh, en al die mensen die hadden een BN'er uh, te danken aan de crisis. Ja. Want, die, want daarna hebben ze nog veel meer, niet meer over, nee. gezien. Dus wat was hun belang. Terwijl ze misschien zelfs achter de schermen. Als ze het zeiden. Wat tegengeluid gaven. Om naar buiten tegengeluid te geven. En ik heb echt. Omdat ik die cijfers zo goed hoorde. En ook bij de Omekon. Ik heb ze dingen horen zeggen. En Kuipers. Mm. Toen hij nog in een andere positie was. Hoofd van de, ja. van de verdeling ja. van, over de ziekenhuizen. Er werden echt dingen gezegd. Die, als je de cijfers kende. Mijn haren rezen te bergen. Waarvan je dacht: elke kritische journalist die een beetje dezelfde informatie heeft als ik, kan hem niet laten wegkomen in een programma als hij dat zegt. En ik heb ook met, de, met die journalisten gesproken, maar die hadden die hele. Die hadden die kennis niet. Nou, nou heb je hebt in Duitsland dus die wel, die, die ja. toch vrij fors naar buiten komt. In, in Nederland zien we dat nog niet hè, op dit moment. Dat een krant zo stevig uh, of, een, of een opinieblad uh, zo stevig uh, die, die positie durft Allemaal te Helemaal niet. Betrekken. He. Nee, en. Waar, waar, waar hangt dat mee samen, denk je? Omdat, uh, omdat de, de, de Nederlandse media rondom corona misschien nog gezagsgetrouwer is geweest dan in Duitsland. Want die wereld had nog wel eens af en toe tegengeluid. Nou, in Nederland niet. Wat nou het interessante was, Maarten Keulemans als reactie op de RKI-files... Uh -huh. ...zei zoiets, ja, de dingen die daar worden gezegd als tegengeluid... ...kijk maar, ik had toen een keer een artikel over waar ik ook zei... ...nou, die maskers is nog wel zeker niet, enzovoort. Maar dat, dat was niet de kern. De kern was dat hij wel af en toe wel eens zegt, nou, zo zeker is dit niet... Maar daarna heeft hij, in, als hij bijvoorbeeld Van Dissel interviewde, heeft hij geen kritische vragen gesteld. Dus ook hij was voortdurend degene die uh, vrijwel blindelings uh, de, de maatregelen van het OMT... Nou, wat? nou zijn hij natuurlijk maar één. Hè. Ja, maar uh, hij was wel uh, dit... heel uh, ja, nou ja goed. Zeker, maar uh, we hebben natuurlijk meerdere klanten, we hebben meerdere televisiekanalen, dus... Uh... Uh, ja, maar ik heb, ik heb best met redacteur of met uh, presentator gesproken van bijvoorbeeld op één. Maar die, er was geen wetenschappelijke redactie. Nee, nee, maar zelfs bij de NRC is me dat opgevallen. Dat was de totale onkunde met betrekking tot de ja, uh, basiskennis. Ja, maar wat er ook gebeurde. En, en... dat ging zo, testfase 3 kreeg de hoofddirecteur aan de lijn. Die zei van, ja, maar uh, er hey, zijn altijd bij effect, heb je bij aspirine ook. Ik zeg, ja, aspirine of een vaccinatie. Ik bedoel, testfase 3 is nog. En ze, maar ze begrepen überhaupt niet waar ik het over had. Maar überhaupt dat ze zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een vaccin? Ja. Ik ja. bedoel. Het is bijna ja. ongekend. Maar, 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 maar dus... Um, nou ja, dat was... Dus je hebt die redactie die, die dat niet heeft. Maar er was nog een punt. En ook dat heb ik gemerkt. En dat, dat ontrustte me ook vanaf bijna het begin. Dat ik best wel contacten had met prominenten achter de schermen. Ja. Die ook wel af en toe in de media waren. Die tegen mij zeiden... Ja, achter de schermen. Achter ja. de schermen. Maar daarbuiten ja. niet. Want... Ja. Ik heb een, echt een hele prominente, waar, waar ik de naam niet kan noemen. En die zei, als, die heeft zijn eigen kind niet laten vaccineren. Mm -hmm. Van, weet ik veel, 16, 17 jaar. Maar die zei, als ik dat naar buiten breng, dat ik dat gemotiveerd niet doe... wordt het voor mij functie elders. Dus wat er ook heel erg binnen dat... en dat was bij mij eigenlijk nog de grootste schok... van bij wetenschappers, waarbij je toch altijd het, het gevoel had... ...onafhankelijk... Uh, uh, ...dingen die ze... Dat's, ...dat er ontzettend veel... Uh, ...erbij zat die... ...ja... ...vanuit hun eigen hachje... Uh, um, toch die keuze maken. Ik had één hele... Ja, en misschien toch nog één opmerking. Uh, ik bedoel, lafheid heeft uh, gezegenvierd. Daar zijn we het uh, zonder meer mee uh, over eens. Toch denk ik dat uh, ook, ook mensen, uh, uh, ook waar het gaat... bijvoorbeeld om de consequenties van het naar buiten komen... zich ook, uh, ook allerlei dingen hebben ingebeeld. Dat is een onderdeel van de waan. Er zijn best wel mensen die in Nederland... Uh, negatieve gevolgen hebben ondergaan als gevolg van... Uh, dat wil zeggen, hun, hun uitingen met betrekking tot uh, het coronabeleid. Maar <coughs> ik denk dat het op veel mensen ook zelf hebben overdreven uh, wat, wat die consequenties uh, zouden zijn. Ik denk dat je op heel veel plaatsen wel degelijk iets had kunnen zeggen en dat men je uh, uh, met, met rust had gelaten. Ik heb er zelf, ik heb nooit iets gemerkt op de universiteit. Um, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, maar ja, als je de, de overal gevaren ziet, dan zie je ze ook. Maar in, een, België. Tot, in, in België is het, nog, is, is het anders, maar ook daar geldt. Uh, eh, bij, bij, uh, bij Sam eh, bijvoorbeeld, die zat in, uh, nog onder, onder tijdelijke contract. Ja. Hè, dus, dus die zat in een. In, in, die zit, als je een tijdelijk contract hebt, zit je altijd gevaarlijk. Nee, maar, je, maar het heeft natuurlijk wel degelijk voor hem heeft consequenties gehad. Maar ik denk dat heel veel mensen zich op die manier ook hebben verontschuldigd. Van ja, maar ik ga niet uh, mijn baan op. de... Op, op, nee, maar ik begrijp het ook. Hè? Ik begrijp ook wat je zegt. Ik zeg ook niet nee. nou, dat ze dan zeker ontslagen nee, waren. Ik, ik word daar niet blij van hoor. Van dit, nee, de, maar, de, maar de, ik, had, ik had het volgende. Ik kende een uh, burgemeester die voorzitter was van een van de veiligheidsbureaus. Uh, <laughs> en wat gebeurde er? Het was uh, uh, hemelsvaartdag mei 2020. En bij dat hemelsvaartdag was het ontzettend mooi weer. Ja. En iedereen ging naar buiten. Het was echt een prachtige dag. Het ja, was... heel goed. Vitamine D. Ja. Hè? Dat hebben wij ook weer ingenomen. Maar die avond uh, zat ik ook bij uh, Op1. Mm -hmm. En... Daarin kwam uh, Bruls, die was de ja. voorzitter van het veiligheidsberaad. En die zei 'Nou, als ik, ik heb al die films gezien bij elkaar, het, mens, bij, f, rapportages, al die mensen zo dicht bij elkaar. Ik denk dat we echt de komende tijd harde maatregelen moeten nemen ja. om dat te voorkomen. Ja. Ja. Toen maakte ik de grap in de richting van degene, de burgemeester die ik kende. Toen zei ik, goh, ben je al aan het oefenen met je ME om de mensen uit de parken te slaan? Ja. Waarop hij zei: goh, wat verschrikkelijk, hè? ...reageerde die. Hij, hij. Hij begreep de ironie niet. Ja, nee, nee, zeker. Nee, zijn reactie. Hij was, hij was veel meer op mijn lijn. Oh, oké. Okay. Oh, ja, hij stelde op jouw en lijn. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, hij schreef wat verschrikkelijk. En zei... ...ga alsjeblieft door met wat jij doet. En mijn reactie was... ...maar dan ben jij burgemeester in oorlogstijd. Ja, precies. Want, waarom zeg jij het niet? Ja. Nou, ja. En dat is wat er gebeurt. We hadden, ja. ja. We hadden... En, en wat er tevens gebeurde, dat moet je ook niet uh, onderschatten. Kijk, wij of ik, ik volgde alles. En ik, die, die informatie kwam naar mij toe. Maar als jij van tevoren denkt, nou goed, jeetje, dat is een medicus, epidemioloog, die heeft ervoor ja. gestudeerd. En ja. die zegt, puntje, puntje. Ja, wie ben ik dan als eenvoudige politicus om, om iets anders te denken? Ja. Dus, nou ja, het is, het is, het is, het is, het, ik moet mezelf misschien ook wel enigszins corrigeren. De waarheid ligt ook ergens in het midden. Ik realiseer me net, ik heb hier ook Michel Roch aan tafel gehad. Nou ja, zijn opstelling tijdens de, de coronacrisis heeft hem de kop gekost als wethouder. Ja. Ja, dus dus nou, nou, ja, zit je daar natuurlijk weer in een politieke positie en daar word je dan ook meteen de dupe van. Ik denk dat het nogmaals aan de universiteiten bijvoorbeeld um, nog een heel ander verhaal zou zijn hoor. Als jij daar wetenschappelijk onderbouwd met een aantal artikelen een positie inneemt, uh, dan zullen ze toch stevig moeten zijn om je, om je te kunnen ontslaan. Maar um, het, is, het is natuurlijk ook wel gebeurd, dat klopt wel. Nee, maar wat, wel maar wat heel fascinerend is, dat is in meerdere landen gebeurd. En eigenlijk ja. ben ik ook in zo'n positie terechtgekomen. Ja, 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 de, de cancelling. Ja. Nee, maar, maar wat er eigenlijk gebeurde was. Hoe kwam ik er eigenlijk in? Niet omdat ik dacht van jeetje, ik heb ontzettend veel verstand van dat en dat. Maar ik ben statistisch uh, ja een beetje... Ik hou van cijfers, ik ben een beetje met Excel. Dus wat ben ik eigenlijk gaan doen in het begin? Een beetje dingen gaan volgen. En ik kwam gewoon tegen, ik ben sociaal geograaf. Ja. Dat... De uitbraken zaten ja. in gebieden waar bepaalde temperatuur, namelijk uh, winter, ja. maar niet uh, een, 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 een lichte winter, met uh, laag wel, uh, vochtigheid. En mijn logica zei me: hoe kan het zijn ja, dat, dat, de dat, grote dat, dat druppels, een grote zo'n rol spelen? Ja. Nee, maar zo ben nou, je nee. ook hier bij ons terecht gekomen. Ja, en, en wat gebeurde er toen? In, uh, in uh, Engeland is er een professor Fenton. Dit is een professor opgeboven risicoanalyses. Die ook helemaal. Die is ook statistisch. En die is naar de cijfers gaan kijken van de Engelsen uh, gaan analyseren. En die zei: wacht even, bij die overzichten van uh, all cause mortality, zie ik helemaal geen effect van de vaccinatie. En kwam ook tot de conclusie dat bij de tellingen er 6 miljoen Engelsen ontbraken. En die man ging er steeds dieper in. Maar wat gebeurde er? Terwijl hij heel, daarvoor helemaal niet zo'n positie had. Hij werd een beetje aangemerkt als een beetje ja. nutty professor ja. en recalcitrant. Ik heb. Uh, 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 Thijs van der Brink heeft letterlijk gezegd. Uh, bij, bij, toen hij zichzelf evolueerde. Ja. of in een interview. Ja. van ja, wacht even. Ja, aan, aanvankelijk dacht ik wel. wat Maurice zegt. Uh, daar zit wel wat in. Maar ja, toen merkte ik dat hij. altijd tegen autoriteiten ja. zich opstelt. Weet je, dus ook totaal niet de interesse of de, 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 de intellectuele bagage. om gewoon de feiten die ik opschrijf. om die te analyseren. En, ja. en, en bedenk wel. Ik, en, en de, het is, lijkt een ander onderwerp. maar het is eigenlijk hetzelfde. Um, een paar weken geleden was er een groot onderzoek. Uh -huh. in, uit, op Engels materiaal. echt alle officiële instanties. En daar kwam uit. Dat de vaccinatie beschermde tegen uh, uh, hart- en vaatziekten. En alleen als je dat rapport bekeek, dat was niet hart- en vaatziekten ten gevolge van COVID. Nee, tegen alle hart- en vaatziekten. En vooral in de eerste weken na je vaccinatie. Nou, elke st basale statisticus weet. Dan moet er iets aan de hand zijn. Ja, met die populatie. En, ja. wat en wat was dat gewoon? Ja. Als iemand heel, uh, heel ziek was. Ja, al, werd hij niet meer we werd, we niet er over gehad, precies. Maar, maar, ja. dus, maar hier komt dan een rapport <coughs> niet van een soort obscure instantie. Grote instanties in Engeland zijn betrokken bij een rapport. op basis van 47 miljoen analyses. En smaak, komt met dat rapport naar buiten. <coughs> nou, ik ben als statisticus duik ik er dan in. En dan zeg je ja, weet je, dat is mm. bijna te belachelijk voor woorden. Het heet ja. het healthy vaccine effect, maar dan op verschillende ja. manieren. Maar als jij een politicus bent of een argeloze journalist... en je leest groot officieel Engels onderzoek... met 47 miljoen mensen onderzocht. 20 autoriteiten uh, uh, die mm. dat opschrijven. En ja. dan gaat Fenton of ik gaan roepen, ja, maar dat kan helemaal niet. Nou, en dan merk je... Ze besteden dan nog geen tijd. Dan denken ze, ja, als die grote partijen dat zeggen, waarom zou ik dan dat eens moeten doen? Dus er is geen ruimte en ook geen interesse en geen wil om daar onderzoeksjournalistiek aandacht aan te besteden. Ja, nee, kennelijk. We gaan, laten we terugkeren naar, uh, naar die weld. Uh, in Duitsland uh, wordt nu de zaak opgerakeld, er wordt ook door de media uh, opgepakt. Um, er wordt hier al een pleidooi gehouden voor het parlementaire onderzoek, dat zich ook uitstrekt naar de verschillende instituten die daarbij betrokken zijn. Misschien zou je zelfs nog wel aan de media moeten denken, maar goed, dat is natuurlijk lastig, want dat is geen overheidsinstituut. Wij hebben een parlementair onderzoek in het vooruitzicht. Uh, hoe, hoe kijk jij daar inmiddels naar? Gewoon kijk, kijk het naar wat er op dit moment uh, naar, naar buiten komt, zoals in Duitsland. In Nederland kijkt toch heel vaak ook naar Duitsland. Uh, denk, denk jij dat, dat er hier ook nog een, uh, een momentum komt waarop een en ander uh, aan, aan het rollen wordt gebracht? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik de, ik de, de enige kans zou zijn als er ook een klokkenluider in Nederland is die de hele stapel naar buiten brengt. Want kijk, wat je ook in ontwikkeling ziet. Bepaalde partijen hebben niet eens een afvaardiging in het. Uh, ja. in dit, en het BBB heeft zich teruggetrokken. Onlangs. Uh, toen jij zeilde. Uh, waarom? Maar dat is inderdaad voor mij nieuws. Ja. Maar die heeft zich teruggetrokken omdat. Ja. Ze hebben maar zeven Kamerleden. Ja, en hebben het Te veel werk. Het werk want het, uiteindelijk duurt het twee jaar of zo. Van zo'n uh, commissie. Dan hebben we ook nog een reële kans dat er. Als dat er misschien ondertussen alweer verkiezingen zijn geweest. Kijk, het, het enige wat je zou hopen... maar die kans acht ik ook niet groot... dat je een nieuwe minister hebt bij VWS... en dat die vanuit haar verantwoordelijkheid... veel meer openbaar maakt. Want zij was best, ik bedoel, uh, flirt. Zeker, zeker. Nee, maar daarom is het wel interessant. Ja, alleen de grote vraag is... als jij minister bent op een ministerie die... Uh, de, ja. of jij... Bereid bent om daar je energie in te zetten, of vooral denk naar nou, wat ik vooral wil doen, is de, de zorg beter organiseren. Ik ga mijn energie niet zetten hierin. En dus ik ben bang dat de enige manier waarop in Nederland het boven bo water en komt. En schoof, hoe kijk je daar dan aan? Ja, weet je, wanneer het alleen naar boven water komt, als er wel media zijn in Nederland, belangrijke media die zich erin hm. duiken, maar die gaan ja. het niet doen. Die hebben andere onderwerpen. En dat betekent dus dat... Ja, als er over twee jaar een rapport komt... Ik bedoel, het ov rapport als je dat ja. zag... Daar stonden nee, ook al een paar ja, zeker, behoorlijke dingen in. Ja. Wat, wat is daarmee gebeurd ja. precies? Ik weet het niet eens. Die moet nog een keer besproken worden. Want het ministerie moet nog, er moet nog een reactie gestuurd. Maar er gebeurt helemaal niks mee. Nee. En dat komt omdat er veel te veel mensen betrokken zijn geweest... Ja. bij deze manier van werken. En die, die hebben allemaal boter op een. En wat denk je dan dat er in Duitsland gaat gebeuren? Nou, je zag in ieder geval dat er uh, in sommige media, niet allemaal, maar, maar ook op tv is het uh, geweest, mm -hmm. dat daar meer uh, uh, tra tra tractie geweest is. En, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Amerika: dat er politieke uh, bewegingen zijn die belang hebben. Kijk, even los van wat je daar verder over denkt. Ja. Maar de Republikeinen uh, hadden. Ja. Weet je wel, ook over het lablek en zo. Ook, ja. daar, daar zijn allerlei commissies aan de gang. Omdat er een politieke partij is die daar uh, op, op, op garen bij wil spinnen. Wat je... nou ja, een deel van de achterban had natuurlijk ook religieuze overwegingen. Hè? En dat is vrij taai. Dus, dus uh, die, die die ook bijvoorbeeld moeite hadden met vaccinatie. Of heel die omgang met kinderen. En die, die zetten dat gewoon in natuurlijk. Dat, dat hebben we hier niet echt. De SGP kan niet uh, zo'n tegenbeweging trekken. Maar, maar, ik bedoel, dat is echt bij uitstek de ja. partij die vanuit religieuze overwegingen positie heeft ingenomen. Gedurende het hele debat vond ik ook heel consequent. En ook helemaal niet uh, radicaal, maar wel vrij consequent. Ook verwijzen naar de grondwet enzovoort. Ja. Uh, maar die, is, die partij is te klein. Uh, wellicht dat, dat uh, hun krant nogal wat kritische berichtgeving uh, zal verspreiden. Maar uh, dat blijft allemaal te, te, uh, ja, te minimaal. De vorm is. De Forum is, is een beetje kalt gesteld. Ja, ja, maar die was in het begin trouwens ook wel voor maatregelen. Ja, ja nee, dat weet ik. Maar, maar die, die zijn, zijn vrij snel kant. Maar die zijn gewoon om een combinatie van redenen kalt gesteld. Die, die hebben dus, ik bedoel, je, je, je bijna zo, als zij zich ervoor inzetten, is er meer kans dat het andere kan. En, 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 en Pieter zegt, Want ik bedoel, uh, die, ja, uh, is, die, die is in ieder geval waar het gaat om informatievoorziening, uh, natuurlijk toch wel. ...gebeten op uh, de waarachtigheid. Ja, maar ik heb sterk de indruk dat ze allemaal and, hogere, andere, andere prioriteiten, prioriteiten hebben. Ja, Want er zit natuurlijk er is ontzettend veel ingewikkelds aan de hand. Absoluut. Dus, dus laat maar. Laat maar. Ja. Ik denk dat dat de atmosfeer is. En, um, en dat zag je ook een beetje, dat werd hier ook beschreven in de wereld... ...dat uh, de journalisten die... Uh, ...die erg achter... Uh, ...stonden ja. achter de, de maatregelen... Iep, ...ja, er staat toch bijna niks nieuws in? Ja, die, die gaan het... Uh... Weet je, het feit, het simpele feit... ...dat, dat je nu kan aantonen... ...wat ze nu kunnen aantonen... ...dat bij het openbaar maken van stukken... ...er de officiële instanties... Hmm. ...de stukken zijn aangepast. Stel eens voor dat het over de toeslagenafwerking ging. Ja. Wat had dat dan in, Nederland ja. in de media voor... Ja. Bedoel, daar hadden drie uitzendingen van nieuws... ...u aan besteed. Ja... Nou ja, dat was ook pas na een verloop van tijd. Hè? Want in het begin heeft dat natuurlijk ook nauwelijks media aandacht. Gegeven. Nee, maar ik bedoel. De... Maar ja, misschien dat er een soort hardnekkigheid is bij de kant van de getroffenen of gedupeerden of slachtoffers. Ook wat het gaat bijvoorbeeld om, uh, om oversterfte of allerlei uh, nou ja, toch kwetsuren die zijn opgelopen. Hè? Denk aan de pericarditis enzovoort. Dat, dat die, die groep is natuurlijk wel uh, direct getroffen en, en mogelijk ook hardnekkig. Maar ik, ik betwijfel. Als je ziet, als je, als je, je hebt het nu over oversterfte. Dat is ook. Nee, maar weet je wat er ja. gebeurd is? Er is ik, net ik, een, ik zit nog naar Campbell te, te kijken met regelmaat. En, en ja, ik bedoel, het, het is uitermate uh, verontrustend hè, wat, wat die man ook naar buiten brengt. Maar... Het, het bereikt niet de reguliere. Nee, media. Maar, 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 maar hoe het toegedekt wordt. Ja. Wat er gebeurd is in Nederland. Ja, Dat is het oprekken van die, van die schaal. Wat, ja. wat de RVM nu gedaan heeft, want de RVM ja. doet niet, en niet meer het CBS. Terwijl daarvoor zeiden ze. de maatstaf is de periode voor ja. corona. en dan kijken we of er oversterft is. Maar toen het RVM weer aan de slag ging ermee. want het ging terug van CBS naar RVM. hebben ze het anders gedaan. Ze zeggen ze nee, het gaat om de sterfte van de laatste paar jaar. Dus ja. de oversterfte van de ja, vorige. Wordt het nieuwe normaal. Wordt het nieuwe normaal. <laughs> ja. Dus terwijl je nu de cijfers ziet. waarbij de sterftecijfers. nou, pak een beetje. Uh, uh, 10.000 zitten boven. Ja. Wat, wat je eigenlijk dacht wat het zou worden. wordt door het RVM gezegd. nou ja, we zitten gewoon keurig ja. binnen de marges. En, en dat betekent dat officiële instanties. Dat was CBS was er ook bij betrokken, Ruben Vergalen, maar ook nu bij het RVM. Blijkbaar, en dat is het ontluisterende steeds geweest, en dat zal mijn naïviteit in het verleden ook altijd geweest zijn: dat je bij die officiële instanties of bij wetenschappers vaak denkt, ja, maar dat zijn wetenschappers en die komen met onafhankelijke informatie. Maar die zijn dus de informatie aan het, aan het organiseren op een manier waarop het beleid wat, waar ze bij betrokken waren. Ja. Eigenlijk wordt, wordt gelegitimeerd. Wordt gelegitimeerd. Ja. Nou, en dat vind ik het, het meest ontluisterende van de laatste 4, ja. 5 ja, jaar. En, en de media dansen mee. Of, 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 of ja, en dat, daar zijn een factor zelfs. Die zijn denk eigenlijk denk op het me die zijn we nog het ja. meest tegengevallen. Ja. Goed, nou ja, daarom zitten wij hier, Maurice. Ja. In ieder geval uh, fijn dat wij uh, de, de gelegenheid hebben om dit toch ook voor een wat... Uh, nou ja, ja het is dat is dus ook geweldig. Ja, voor een publiek. Ja, en bijvoorbeeld Blackbox ja. en zo. Dat, alternatieve kanalen die in ieder geval nog uh, dit soort dingen doen. Maar het blijft ja, in en in triest. Ja, Dat, dat het op de andere plekken niet, niet alleen niet bereikt... maar dat er ook zoveel het wordt weggezet. Alsof we... Ja. Ja, een beetje... Weet je wel, hobbyisten zijn die nog wat dingetjes doen, terwijl we eigenlijk... Nou ja, ah ja, het gaat over hele, hele zaken. De, het gaat over hele serieuze zaken. En we, en we gewoon ja. iets doen wat eigenlijk ja. de media in het verleden ja. deden, ja. maar gewoon hebben nagelaten. Nee, nee als, anders was dit überhaupt niet ontstaan. Dat was, het is ook het ergernis natuurlijk hè, dat, dit, dat, dat ik dit ben begonnen. Of ik, met, 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 met anderen. Ja. Hey, ik dank jou weer voor uh, dit gesprek. En uh, rust even goed uit. <laughs> en uh, dan zie ik je graag binnenkort weer terug. Graag gedaan.